Ivo Zandhuis, die zit hier voor me, u mag alvast plaatsnemen. Verbonden aan het netwerk Digitaal Erfgoed. Als je dat overigens googelt, dan moet je eerst door ongelooflijk veel sites van Near Dead Experience heen. Ik weet niet of u dat kent, bijna doodervaring. En ja, dus voordat je uiteindelijk bij jullie bent, het netwerk Digitaal Erfgoed, dan duurt het eventjes. Dat digitaal netwerk dat is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. U neemt de zaal mee, u neemt de kijker thuis mee in het belang om data gestructureerd en zo open mogelijk aan te bieden. En u uit daarin ook een twijfel, want u zegt, ja, niet alles is goed vindbaar. En daar gaat u ons beslist wat meer over vertellen. Het woord is aan u. Nou, hartelijk dank voor de introductie. Inderdaad, ik sta hier namens het netwerk Digitaal Erfgoed. En het is een groep mensen die zich bezighoudt met het stimuleren van samenwerking tussen erfgoedpartijen in Nederland. En daarin wordt onderscheid gemaakt tussen hoe je digitaal erfgoed duurzaam, bruikbaar en zichtbaar kunt maken. En mijn rol zal zijn vandaag om iets te vertellen over de bruikbaarheid van het digitaal erfgoed. Ik ben betrokken bij een project waarin we proberen de data die in collectieregistratiesystemen is opgeslagen door heel veel erfgoedinstellingen, om die zo bruikbaar mogelijk beschikbaar te stellen. Want daarin is heel veel informatie opgeslagen, maar vaak heel slecht beschikbaar om te kunnen worden hergebruikt. En om iets over die bruikbaarheid te vertellen, ga ik u eerst vertellen waarom dat zinnig is, wat dat is. Het belangrijkste deel en het licht technische onderdeel gaat uitmaken. Hoe krijgen we dat gebruikbare, digitaal erfgoed? En tenslotte zal ik nog iets zeggen over, ja maar is dat dan ingewikkeld? Is het er niet al voor een belangrijk deel? En wat hebben we dan als dat is gelukt? Maar de eerste vraag is dus, waarom zou je dat in vredesnaam willen? En ik denk dat vindbaarheid een eerste hele belangrijke regel is. Want de gebruiker van dat erfgoed wil namelijk het materiaal dat wij allemaal in onze erfgoedinstellingen bewaren graag terugvinden. En dan niet eerst naar een instelling gaan en daar op zoek gaan naar een object. Maar hij gaat naar Google en hij gaat daar proberen dat de informatie over van zijn belangstelling te vinden, ongeacht of die informatie nou gevonden wordt bij een archief, bij een museum, bij een bibliotheek of een archeologische dienst. En wil dat met zo min mogelijk romslomp kunnen doen. En dat is een ambitie die ook is geformuleerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. En het NDE geeft daar uitvoering aan door dit te stimuleren. En maar met gebruiker bedoelen we niet alleen de gewone burger op straat, maar alle vormen van gebruik zouden van bruikbaar digitaal erfgoed gebruik kunnen profiteren. Behalve de mensen de personen op de straat is ook onderwijs natuurlijk een belangrijk doelgroep om je erfgoed aan te presenteren. Toekomstige generaties, allerlei bedrijven en instellingen die graag gebruik maken van die informatie om hun taak te kunnen uitvoeren. En de wetenschappers, zoals we al eerder hebben gezien. Dus we moeten om die samenwerking tussen, om dat mogelijk te maken, moeten erfgoedinstellingen meer met elkaar in gesprek over hoe we dat gezamenlijk kunnen gaan doen. En dat netwerk Digitaal Erfgoed is dus het netwerk van instellingen om dat mogelijk te maken. Daaraan moeten we met elkaar gaan bouwen. En de EET doet dat door te propageren dat netwerken een belangrijk fenomeen zijn om die samenwerking te gaan zoeken. We stimuleren het tekenen van een manifest. Een document waarin een erfgoedinstelling aangeeft, wij committeren ons aan een aantal belangrijke uitgangspunten. En een daarvan is, de gebruiker staat daarin centraal. We doen het voor de gebruikers. Belangrijk voor mijn verhaal hier is dat een erfgoedinstelling de informatie in zijn systemen deelt vanuit de bron. Vanuit zijn eigen instelling de data beschikbaar maakt. Ook stimuleert het netwerk Digitaal Erfgoed
het instellen van een erfgoedcoach in elke provincie van Nederland. En zo'n erfgoedcoach onderhoudt contacten tussen de instellingen, maar ook met heemkundekringen en mensen die al betrokken zijn bij het maken van het erfgoed of het beheren daarvan in een lokaal organisatorisch verband. In Brabant is dat Sies Vonk. En hij heeft dus contact met mensen in Brabant, maar legt met vanuit zijn perspectief ook de link met NDE. En de andere erfgoedcoaches in de rest van de provincie leert daar wat de ervaringen zijn. En op die manier kan het netwerk dus functioneren. Maar goed, zoals gezegd, het delen vanuit de bron is een essentieel onderdeel. Want wat is dat? Dat is namelijk het belangrijkste wat bruikbaar erfgoed definieert. Een bruikbare bron is dus de data die in die collectieregistratiesystemen van instellingen is opgeslagen. Het wordt daar beheerd en we vragen aan mensen of aan instellingen om van daaruit ook die data te gaan publiceren. Dat is dus een decentrale actie. Elke erfgoedinstelling in Nederland die doet dat vanuit zijn rol in het netwerk. En dan verschuift geleidelijk aan de aandacht van de gebruiker naar de computer. Want als die metadata eenmaal goed beschikbaar is, dan moet die goed geschikt zijn voor een computer of een machine om te worden verwerkt. Als je data precies gestructureerd en open beschikbaar krijgt, dan kan een machine, een computer, beter met die informatie aan de slag om het voor de gebruiker beschikbaar te hebben. En dat is bruikbaar. En we bouwen dus naast dat netwerk van erfgoedinstellingen ook aan een netwerk van data. Dus de data in het dataset van de ene erfgoedinstelling kan worden gerelateerd aan de dataset van een andere erfgoedinstelling. En die relatie onderling die zorgt ervoor dat informatie beter bruikbaar wordt voor al deze vormen van gebruik. Mooi verhaal, maar hoe werkt dat dan? Daarin maak ik onderscheid in vier stapjes. We maken gebruik van duurzame webadressen, termen om het materiaal te beschrijven, metadata-standaarden en tenslotte een standaard om die data mee te publiceren. Die heet Resource Description Framework. Deze zal ik langslopen en als voorbeeld in eerste instantie deze aquarel van Van Gogh laten zien uit de collectie van het Groningen Museum. Zij hebben een webadres gemaakt waarop de informatie over deze aquarel is te vinden. Prima, nu kan ik dus met dit webadres weten welk kunstwerk er precies wordt bedoeld. Dus de volgende vraag, is dit een duurzaam webadres? Dat kan als het dus het Groningen Museum ervoor zorgt dat in den eeuwigheid dit webadres zal blijven werken, ook als het nummertje in het collectieregistratiesysteem verandert. Prima. Er zijn ook initiatieven om het onafhankelijk te maken van de naam van het Groningen Museum, want misschien fuseert het wel met het museum in Leeuwarden, dan krijg je het Museum van het Noorden en dan krijg je een nieuw webadres. Draait alles in de soep. Dus je zou je kunnen voorstellen dat je een webadres kiest waar die naam niet in is verwerkt. En dan is de kans dat dat op de lange termijn blijft werken, is groter. Goed, de eerste stap is belangrijk. Elk ding krijgt zo'n webadres. Vervolgens is het nodig om bij de beschrijving van de objecten uit te gaan van termen. Dus dit object is gemaakt door Vincent van Gogh. Dat betekent niet dat je ergens in de database Gogh van comma Vincent typt, maar dat je een relatie legt met het concept Vincent van Gogh. En in je collectieregistratiesysteem gebeurt dat meestal al en wordt er een apart tabelletje aangemaakt voor de personen die dat object hebben gemaakt. Maar we willen dat eigenlijk in het netwerk van het data gaan doen. En daarvoor zou je kunnen kijk, het Groningen Museum doet dat prima, want die heeft dus daar al een link neergezet voor Vincent van Gogh en niet Vincent van Gogh zelf. Dat is op het plaatje niet zo goed te zien, maar als u dat thuis opzoekt, dan zult u dat zien. En als we in het netwerk van data dit doen, dan leggen we dus niet een link naar het tabelletje in het collectieregistratiesysteem, maar naar een tabel die ergens anders in dat netwerk van data is, namelijk de set van kunstenaars, die wordt bijgehouden door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.
die een nummertje hebben gekozen voor Vincent van Gogh. En met dat nummertje kun je Vincent van Gogh uniek identificeren. Prachtig, maar ook hier geldt voor dat dit een webadres is. Ja, dus het is niet alleen het nummertje, maar het hele ding data.rkd.nl/. Nou ja, en dan ergens zit dat nummertje ook in. Oké, derde punt is dat, en dat zie je ook op de presentatie die het Groningen Museum doet, is de velden die nodig zijn om dat object te beschrijven. De titel, de beschrijving, de maten, de vervaardiger, zoals we net gezien hebben bij Van Gogh, dat zijn allemaal velden die een object beschrijven. En ook daarvoor geldt, als we daar nou standaard keuzes in maken, dan kunnen we makkelijker die data in dat netwerk van data gebruiken. Dat is allemaal prachtig. Nu zijn we eigenlijk klaar. De laatste stap die dat is, is het publiceren van die informatie, namelijk de ene waarbij die verschillende webadressen aan elkaar worden gekoppeld en gepubliceerd en iemand ze dan kan lezen. Dan wordt het machine leesbaar. Een machine kan die data dan ophalen bij jou als erfgoedinstellingen en de informatie verwerken. Er is dus een link gemaakt nu tussen het kunstwerk in het Groningen Museum, de website van de RKD, en er is een pijl, een link tussen die twee, drie dingen. En bij elkaar is dat wat je noemt een trippel. En die drie dingen zijn alle drie webadressen. En dat opslaan daarvan en het beschikbaar stellen daarvan, dat gebeurt in wat heet Resource Description Framework, ofwel RDF. Niet nieuw overigens, RDF is uitgevonden volgens mij zelfs nog in de vorige eeuw. Dus het is tijd dat we dit ook gaan doen, denk ik, wel eens. Goed, dit is de koppeling met de vervaardiger, maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat je met alle vormen van data dit kunt doen. De plaats waar dit is gemaakt, ergens in Drenthe, dat het een aquarel is, dat het op papier is gemaakt, dat het is gebruikt in een bepaalde tentoonstelling, dat het is afgebeeld op pagina X van een bepaalde publicatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat het is gebruikt in een archiefstuk, bijvoorbeeld een van de brieven, dat het daarin is beschreven. Je legt op die manier met drie van die webadressen steeds de links. Nou, licht technisch verhaal, maar hetgene wat je mee kan nemen is, dankzij het gebruik van die webadressen zorgen we ervoor dat we een netwerk van data maken op het web. Dat web hebben we, dus daar kunnen we gebruik van maken. Laten we dat ook doen. En dat brengt ons op de vraag, is dat dan al ingewikkeld of ver weg? Ik denk het niet. Dat web hebben we al. Webadressen bestaan als fenomeen. Heel veel van die terminologiebronnen, zoals de lijst van kunstenaars die door de RKD wordt gemaakt, bestaan al. Daar worden steeds meer duurzame webadressen aan gekoppeld, zodat we dit soort verbanden met elkaar kunnen gaan maken. We bouwen dus op voort op wat we al doen. Heel veel van die collectieregistratiesystemen zorgen er ook voor dat er een goede koppeling wordt gelegd met een fenomeen als Vincent van Gogh en niet alleen maar meer het stringetje Vincent van Gogh in de database. Europeana is het oudste voorbeeld dat we kennen. Dat heeft heel erg gestimuleerd dat we data open beschikbaar stellen. Dus dat het gaat over rechten, maar ook over de technieken die worden ingezet om de informatie in Europeana te krijgen, zijn allemaal al bekend. En veel instellingen maken daar ook al gebruik van. De volgende stap zou zijn dat we dat niet meer doen in het datamodel voor Europeana, maar in het RDF-formaat. En daarmee niet meer met z'n allen centraal naar één systeem, maar in het netwerk met elkaar aan elkaar verbonden raken. Europeana is één grote bak, daar gaat van alles en nog wat in. Je kunt je ook voorstellen, en ook dat gebeurt al, dat er een website wordt gemaakt rondom een bepaald thema, in dit geval mode. Een erfgoedinstelling biedt dan een selectie van de informatie aan een platform, wat zegt, we zijn geïnteresseerd in een deel van uw collectie, we zorgen ervoor dat er specifieke terminologiebronnen worden gebruikt om collecties aan elkaar te verbinden, zodat geïnteresseerde gebruikers in mode informatie kunnen gebruiken via dit platform.
Ten slotte het voorbeeld van het Museum voor Wereldculturen, wat we beter kennen misschien als volkenkunde, onder meer in Leiden. Dat maakt al decennia lang gebruik van een terminologiebron om objecten te klassificeren. En ze kunnen daarmee aangeven dat een object uit een bepaalde cultuur komt. En ze leggen vast dat een object Noord-Afrikaans is. Als ik dan zoek op het concept Afrika, dan vind ik alles wat Noord-Afrikaans is, naast Centraal- en Zuid-Afrikaans. Omdat die hiërarchie die in die terminologiebron zit, daarmee kan werken. Ook dat is niet nieuw. Thesauri worden al decennia lang gebruikt. Ze kunnen, en ook zijn ook al vaak in collectieregistratiesystemen opgenomen. Zaak is nu, we maken al die informatie beschikbaar met die webadressen. En op die manier kunnen we de informatie bruikbaar, beschikbaar maken. Nou, en als dat dan eenmaal zover is, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Jullie hebben wel een heleboel laten zien. Belangrijk is dat elke applicatieontwikkelaar iets met die data kan. Dus een data-analyst of een applicatieontwikkelaar, die kun je uitleggen hoe dat web van data werkt. Die zorgt ervoor dat de informatie op de juiste manier bij elkaar wordt geraapt om een toepassing te maken. En kan met de wildste ideeën komen. Als in het verlengde van het voorbeeld wat Julia gaf over de straatnamen in Amsterdam. Twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben deze interface gemaakt, waarbij er niet per se een naam hoeft te worden ingetypt, maar dat je met een cirkel over de kaart van Amsterdam heen kunt. Dan kun je die cirkel gaan stoppen en dan zeg je oké, en dan worden de foto's van die plek opgehaald. Dat kan dankzij het feit dat aan de foto's van het stadsarchief die straatnamen zijn gekoppeld. Ook oude straatnamen. Realiseer je dat de beschrijvingen niet altijd de actuele straatnaam bevat. En al die dingen zijn aan elkaar gerelateerd in dat netwerk. En vervolgens kunnen zij deze interface maken. Dat werkt als een zonnetje en het is heel mooi. Het wordt ze noemen het een stukje nostalgie, omdat het vooral foto's uit de 20e eeuw laat zien en mensen dus hun eigen straat waar ze vroeger woonden of waar ze nu wonen kunnen selecteren om te zien hoe zag dat er ook weer uit. Ander bekend voorbeeld wat eerder dit jaar werd gepubliceerd ging over de verkoopspugen van het Nationaal Archief, waarin de data die in een archief, in een register van de bezetter als linked open data beschikbaar is en eenvoudig kon worden gerelateerd aan een compleet andere dataset, namelijk die van het kadaster. En dat maakte het mogelijk voor mensen om hun huidige adres, om via hun huidige adres naar dat oude adres in de Tweede Wereldoorlog te gaan en van daaruit te zien wat er met dat object in die tijd eventueel zou kunnen zijn gebeurd. Dat is opgepikt door een groep datajournalisten die dat een interessant fenomeen vonden en over hebben gepubliceerd. Het is ook niet zo ingewikkeld dat dat alleen maar is weggelegd voor het Nationaal Archief en het Rijksmuseum. De vereniging Oud-Lisse is erg enthousiast over deze techniek en is haar collectie op deze manier toegankelijk aan het maken en in het netwerk van data aan het hangen. En de man die daar de voortrekker van is, Henk Schaap, die kan er erg enthousiast over vertellen in een filmpje wat we hebben gemaakt bij NDE. De kracht van linked data. En dat Henk Schaap, ik kan het zeer aanbevelen om dat eens te kijken. En ze werden daar, dat is erg enthousiasmerend. En dat is het verhaal wat ik zou willen brengen. Dank u wel. Het geeft ons een beeld. Ook hier zie ik eventjes naar wat komt daar nou zo over binnen. Die data, voor wie is dat nou precies interessant? Want probeer toch ook even te kijken naar het verdienmodel. Even gekscherend gezegd, betekent dit als je hier dadelijk gebruik van wil maken dat je uiteindelijk via PayPal afrekent? Want er zal toch ergens iets commercieels, economisch, moeten gaan renderen? Dat weet ik niet, dat vraag ik me af. Als je nu naar een studiezaal gaat, word je ook niet van een archief, word je ook niet bij de deur afgerekend. Nee. Dus het is
een model wat we in Nederland met elkaar hebben gekozen. Als iets waarvan we vinden dat dat hoort bij onze samenleving en dat we een deel van onze belastingcenten daaraan gaan besteden. Maar als je het economisch gaat gebruiken? Ja, ik zelf persoonlijk vind het moeilijk om het onderscheid te maken tussen commercieel en niet-commercieel gebruik. Want daar zit een heel soort van grijs gebied tussen. En dus ik zou me kunnen voorstellen dat het moeilijk is om daar onderscheid in te willen maken. Mm-hmm. Nog afgezien van de vraag van waarom zouden we niet dat ook willen stimuleren. En zeggen, nou, als een bedrijf iets briljants kan maken daarmee, be our guest. Ik ken het vrij legendarische verhaal van het Nationaal Archief in de Verenigde Staten. Dat heeft gezegd, het bedrijf dat ons het meeste betaalt, mag onze data visualiseren. Mm-hmm. Ja. Dus het is zo ongeveer het omgekeerde. He, normaal gesproken betaalt een archiefdienst en iemand om een website voor hem te maken. Zij dachten, weet je wat, als we het naar zo omkeren. Ja. En iedereen, blijkbaar waren heel veel mensen geïnteresseerd om met die data aan de slag te gaan, daarvan te leren, zich te profileren als degene die deze complexe data op een hele mooie, intuïtieve manier konden presenteren. In zijn algemeenheid is mijn gedachte, laat 1000 bloemen bloeien. En u heeft daar geen vrees voor dat... Want je vraagt je toch af, waarom stel je het beschikbaar? Waarom stel je een deel van je collectie beschikbaar op die manier, terwijl je het op een andere manier misschien... Gewoon met bezoekers en met aantallen wel met een verdienmodel voor elkaar krijgt? Nou, tot op zekere hoogte. Ja, ja, dus en musea die hebben dat. Ja. Ik ken verhalen van mensen die zeggen, nou, als ik op vakantie ga, dan ga ik op internet kijken waar ik heen kan. Ja. En als ik niet kan zien wat de collectie in een bepaald museum is, dan ga ik er niet heen, want dan weet ik niet wat ik daar kan zien. Okay. In die zin is de wereld echt omgedraaid. Ja. Als je online niet aanwezig bent, dan gaan ze ook fysiek niet meer bezoeken, volgens mij. Nee. Heerlijk, het authentieke blijft. Dus. Dat geloof ik wel. Ik geloof nog steeds dat mensen het echte schilderij zullen willen gaan bekijken, of het echte archiefstuk willen kunnen vasthouden en zien en ruiken. Ja. Zeker zo.